vertellen. Burgemeester van de Meijden van Labeek heeft zondag bij bijzondere gelegenheid de heer Huub de Wit en mevrouw Kala de Wit-Relou benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Zij zijn beide woonachtig in Lieshout. Het echtpaar de Wit is al 25 jaar als vrijwilliger actief voor mensen met een beperking, met name voor muziekgezelschap Nooit Gedacht. De onderscheiding werd hen uitgereikt op het terrein van Outdoor Labeek aan de Parklaan in Beekendonk tijdens de familiedag van Kans Plus.